Dit is Marikus van RTV Focus met een speciale editie van Kunst in de Kijker. En dit keer zijn we bij Roll Studio om de opening van Artflow mee te maken. 25 Zwolse kunstenaars en 19 internationale kunstenaars maken deze route waar, Artflow. Kom maar mee, we gaan naar binnen waar de opening en het feestje gaande is. Wil je een glaasje drinken? Ja, heerlijk, dank. Ja, kijk eens. Alsjeblieft, geniet ervan. We openen vandaag Artflow Zwolle 2022. Het is eigenlijk een expositie uit twee onderdelen bestaat. Dus Annelies Isebaert, die daar staat, en Ronald Westerhuis, die hebben het internationale deel van de expositie georganiseerd. En de gemeente Zwolle en Zwolle Marketing, die hebben het Zwolse gedeelte van de expositie georganiseerd. En we vinden dat we het met deze opening denk ik ook samen presenteren, omdat we vinden dat we samen veel sterker worden wanneer we het combineren. We willen gewoon dat Zwolle gaat bruisen en dat Zwolle veel meer cultuur gaat kennen. En samen met de makers ook uit de stad, maar ook kijken naar buiten Zwolle, buiten de regio, ook buiten Nederland, om te zorgen dat we van elkaar geïnspireerd raken. Ja, dus toen het idee kwam van ja, het zou heel mooi zijn om ook echt met sculpturen en wilde kunst in de stad te gaan werken, en is daar plek voor in de zomer, toen hebben wij het met veel mensen omarmd en gezet. Het is heel mooi, maar dan willen we ook heel graag plek voor de Zwolse kunstenaars. Want we willen gewoon van binnenuit, vanuit de identiteit van Zwolle, de kunst versterken. Rolf, ik was er niet op voorbereid. Nee, dus ik heb een selectie voor de internationale delen, heb ik een selectie toonaangevende kunstenaars gekozen. Ik heb vooral gezien de korte tijdspannen gekeken naar Belgische kunstenaars, omdat dat natuurlijk in het netwerk zit. Maar natuurlijk heb ik ook gekeken naar enkele buitenlandse kunstenaars, zoals Dr. Gindi, die ook aanwezig is. Yves Velter is hier ook aanwezig, Stefan van Biezen. Dus ik kan gerust ook straks de kunstenaars aanspreken. En dat zeker de moeite is om dieper in te gaan op de werken. Ik zie Alexandra daar ook. Dus geniet van de kunst. En ik zou zeggen, spreek zeker de kunstenaars ook aan. Dankjewel. Ik sta hier naast Annelies. Hallo. En zij heeft dit allemaal georganiseerd op internationaal vlak. Inderdaad, ja. Dus een hele zomer lang kan u hier in Zwolle een beeldenroute bekijken in de stad, maar ook op enkele binnenlocaties. Dat kan u allemaal vinden op de website en ook op het routeplannetje. Leuk! Hey Annelies, kun je me ook leiden naar een van de kunstenaars? Zeker, absoluut. Ik ben benieuwd. Ik ga u meenemen. Leuk. Ik ga u even meenemen naar Maan. Ja. Maan is een van de kunstenaars op de route. Dus Maan staat met haar werk Benjamin op de buitenlocatie en ook in het museum. Ik kan u iets vertellen over het werk die in het museum staat. Het werk noemt de performer. Het is eigenlijk een beetje geïnspireerd op de wereld van de circus. Hij is eigenlijk een deel van de verschillende beelden die ik gemaakt heb rond performers en de circus. Zip is zijn naam, is eigenlijk een personage die bestaan heeft helemaal in het begin, in eind 1800. Figuren verwelkomen. Hij verwelkomt de mensen in het museum. Hij groet de mensen. Hij staat daar ook heel mooi aan de inkom. Ja. De mensen te verwelkomen. En Maan is ook te zien in het academiehuis. Dus ook in de binnenruimte. Ja. Ja. Ik sta hier naast Erika Harjet. En Erika doet ook mee met Artflow. Vertel Erika. Nou, ik was heel geëerd om te
geselecteerd worden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vind het ontzettend geweldig dat de gemeente Zwolle aansteunt als kunstenaars. Wat fijn om in een stad te wonen waar als kunstenaar je bent echt gesteund door de overheid. Erika, hoe is het tot stand gekomen? Wat heb je gemaakt? Wat heb je ingeleverd? Ik heb twee schilderijen ingeleverd van een onderwaterserie. Ik dacht dat ze paste heel goed bij met het idee van IJssel. Ze zijn allebei werken van vrouwen. En ik hoop dat het brengt een soort van connectie. Er zijn vrouwen dat zijn een beetje in het Engels vulnerable. Wat is dat in het Nederlands? Kwetsbaar. Maar ook heel sterk. En ik denk dat je moet sterk zijn om kwetsbaar te zijn. En mensen die voelen kwetsbaar zijn ook veel sterker dan ze zelf weten. Nou Ronald, wat doet dat met je? Want jij hebt dit wel geflikt, hè? Internationaal. Ho. Ik heb helemaal niks geflikt. Ik heb gewoon een paar goede mensen bij elkaar gezet. En ik wil graag Zwolle, als Zwolse kunstenaar wil ik graag Zwolle gewoon cultureel op de kaart. Dus mijn rol is eigenlijk ondergeschikt. Maar ik ben gewoon beeldhouwer. Ik maak gewoon kleine beeldjes. Ja, hele kleine beeldjes, hè? Super groot. Maar dit is niet de grootste, toch? Dit is tot nu toe... even kijken. Ja, dit is tot nu toe wel de grootste. Ja, toch wel? Ja. Oh, wauw zeg. Laat ik het niet overdrijven. Oké, en hoe heet het kunstwerk? Het kunstwerk heet New World. En het is een stalen bol. En wij leven op een stalen bol. En ik heb natuurlijk... Mijn werk gaat over positieve energie. En dit is van, oké, we beginnen gewoon overnieuw. Elke dag is een nieuwe dag. En elke dag kun je van maken wat je wil. Dus niks anders dan dit, stalen bol. Nou Ronald, wie moet ik volgens jou nu gaan interviewen? Wie moet jij nu gaan interviewen? Heb je allemaal Lies al gehad? Ja. Heb je Ralf al gehad? Nee. Nou, volgens mij moet je Ralf even doen. Oké, dames en heren, ik sta hier naast de directeur van de fundatie, Ralf Koenig. Ralf, wat vind je van wat je tot nu toe gezien hebt, ervaren hebt, geproefd hebt? Nou, ik vind het... We hebben een echte internationale beeldenroute door die stad heen. En dat is heel bijzonder. En wat ik eigenlijk nog wel het allerbelangrijkste vind, is dat we dat hebben. Omdat de kunst belangrijk is. We hebben het niet om dagjesmensen te lokken. We hebben het niet om toeristische motieven. Nee, we hebben het omdat die kunst belangrijk is en de kunst wat met ons doet. En wat ik heel spannend vind, ik ben er nog niet geweest in het studiecentrum van het voormalig archief. Het is ook heel erg interessant dat veel Zwolse kunstenaars zich manifesteren in Artflow. En die combinatie van kunstenaars van buiten die naar binnen komen en kunstenaars die al jaren in Zwolle werken, die zich ook in dat kader manifesteren, vind ik heel erg goed. Ja, die komen eindelijk aan bod. Ook. Ja, die komen, worden gezien. Die worden gezien. Die worden betrokken bij dat hele mooie systeem van werelden wat die kunst is. En het wordt integraal gepresenteerd. En dat vind ik, dat het initiatief eigenlijk ook bij de gemeente ligt om dat te willen, vind ik heel erg belangrijk. Ja, dat is fantastisch. Ja. Dat is echt uniek. Nee, heel mooi. Ja, dankjewel. Het is niet alleen uniek, het is denk ik ook heel erg belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van Zwolle. Ja. De ontwikkeling van Zwolle naar een echte, grote, complete stad. Ja. En daarvoor is het noodzakelijk, maar dat wordt gezien en dat wordt heel voortvarend wordt dat ter hand genomen. Dat is echt heel erg goed. Ja. Okay, ik sta hier naast Melle. En jij doet mee aan de Artflow, hè? Klopt, ja. Nou, ik ben super benieuwd. Stel je zo voor en vertel wat je gemaakt hebt. Ik heb voor Artflow twee zeteringen ingeleverd. Het zijn vrij grote werken. En waar normaal zeterig wordt gebruikt om in oplaag te werken, heb ik juist zeterukken die uniek zijn. En ik bouw ze procesmatig al makend. En vaak zie je wel dat zeterig meer wordt gebruikt om meerdere beelden te maken die hetzelfde zijn. Dus dat maakt het bijzonder, denk ik. Ja. Oké, Monique.
Het is echt een hele mooie opening. Ik heb prachtige woorden gehoord en echt, ik kon er maar helemaal inkomen. Het maakt de stad zoveel mooier met deze kunstroute. Heb je ook toevallig al werken gezien van de kunstenaars? Ja, ik heb natuurlijk hier in de gauwigheid even rondgekeken en ik zie hier heel veel mooie dingen. Maar ik ben ook ontzettend benieuwd wat er bij Collectie Overijssel in de publiekshal hangt. Ja. Het zijn 25 geselecteerde zoals kunstenaars. Ja, en ik ben echt heel benieuwd, dus ik ga heel snel kijken. Ja, leuk. Ja, leuk hoor. Prachtig. Ja, echt heel mooi. Ja, Marion mag een borreltje met Marion erbij. Ja, Marion Baars. Ik sta hier met Marion Baars. Ik sta hier met Jeroen van Doornik. En Jeroen, jij bent geselecteerd. Ja. Vertel. Hoezee, ja. Ja, hoezee. Ja, ik ben geselecteerd met het werk offline. Het kunstwerk wat gaat over het verlangen naar elkaar in de echte wereld ontmoeten zonder internet en social media waar dit filmpje op komt. Nee, het is gewoon vroeger in de jaren 80 was niet alles beter, maar soms was het wel lekker gemakkelijk als je buiten de deur was, dan was je gewoon niet bereikbaar en dat vind ik soms heerlijk. Ja, is ook heerlijk, ja. Lekker veel romantiek. Ja. Nee, leuk. En waar hangt hij? Ja, centrum. Ja. Collectie Overijssel heet het nu. Collectie Overijssel, daar hangt het. Ja. Oké. Nou, helemaal gaaf, Jeroen. Ja. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, heb je genoten van de rest van de werken hier? Jazeker, echt fantastisch. Mooi, hè? Echt heel erg mooi. Nou, beste kijkers, dit was Kunst in de Kijker vanuit Roll Studio. Artflow is begonnen, is van start. Ik zou zeggen, ga die prachtige mooie kunstroute bewonderen. Dit was Marikus van RTV Focus. Tot ziens!